Het is rustig in Gorinchem waar we deze week zijn met de Rijnmond Zomertour. Je hoort zelfs de vogeltjes een beetje fluiten en eigenlijk gebeurt er maar heel erg weinig. Je zou zelfs kunnen zeggen dat Gorinchem een beetje saai is. Nee hoor, want in Gorinchem kan je ook heel goed freerunnen. En dat gaan we vandaag laten zien. Gorinchem is leuk omdat het is heel erg oud en zo. Je kan er ook goed bij gewoon heel goed bij freerunnen. Heel mooi ook. Leuke meisjes in Gorinchem? Ja. Wat is er zo leuk aan freerunnen? Het is een hele vrije sport. Ja. Je kan bedenken zelf wat je wilt. Bijvoorbeeld bij voetbal heb je bijvoorbeeld ja, hands, je bent af, gele kaart. Volgende keer is het rode kaart. En dat heb je niet echt bij freerunnen. Oh, je kan je eigen regels maken? Ja. Ja. Kun je ook niet vals spelen? Precies. Kan je hier met het pontje kan je naar het slot Loevestein en dan ligt hij helemaal achter de bomen. En je weet wie daar is ontsnapt, hè? Ja, ik weet wel hoe die is ontsnapt, maar zijn naam ben ik vergeten. Dat hebben we net gezien in de uitzending. Hugo de Groot. Hugo de Groot? Ja. Oké. Okay. En die ging toen met een kist ging die over het meertje. Juist. En toen kwam die in Gorinchem en toen ging die volgens mij naar Frankrijk. Ja, heel goed. Dat is veel voor het natte. Zo saai is Gorinchem dus niet. Met dank aan mijn nieuwe goede vrienden van vandaag, Noah en Boris. Klasse jongens.